Yo de mensen, tof dat jullie kijken naar deze eerste eigenlijk aflevering van Dylan versus Jeffrey. Yo Jeff, hoe gaat het man? Yo. Gaat goed hè? Ja. Jongens, voor de mensen die al een tijdje op mijn kanaal zijn geweest, die hebben het natuurlijk meegemaakt, deze serie. We hebben deze serie namelijk gedaan op Infinite Warfare. En dat is eigenlijk een serie tegen Jeffrey. Ik moet tegen Jeffrey gaan strijden. We moeten verschillende challenges gaan doen. En we hebben een puntentelling. En we beginnen allebei opnieuw. Want we hadden het in Infinite Warfare gedaan. Daarna hebben we een hele tijd niks meer gedaan. En we dachten van, hey, Dylan, Jeffrey, we moeten gewoon even die serie weer back meenemen. En dat gaan we nu doen. Dus Jeffrey, kom maar op. De eerste challenge van deze serie is natuurlijk de meeste kills met de P06 in het IDM potje. Best wel easy challenge, we moesten iets verzinnen. En wat het leuke aan deze serie is, jullie kunnen na elke aflevering in de comments een challenge achterlaten die wij in Black Ops 3 moeten gaan doen uit een multikill. Holy shit. En dan gaan wij de leukste met de meeste duimpjes, I don't know, eruit pakken. En dan gaan we gewoon tegen elkaar. En we gaan tot de 10. Dus het staat nu 0-0. Dus Jeffrey, kom maar op, jongen. Kom maar op. Echt waar, die guy die... Fucking slecht. Ja, dit is moeilijk, ouwe. Want mensen gaan nu allemaal... Ik speel nooit met de P06, trouwens. Maar die guy met die Man of War, ouwe. Oei, je had hem. Nice, lekker. Weet je wat het is? Nou? Het is een P06. En we spelen tegen Tryhard. Ja, die gaat echt goed, ouwe. Die leuke gamer guy. Die gaat echt iets halen, gewoon. Wat een kutwapen is dit, jongen. Holy shit. Koud gespant, ik heb wel een mooie Jerry Fish camo erop. De mooie roze. Ja, ik heb niet even al. Oh, wat? Ja. Ah, ze hebben een hater. Oh, wij gaan zo geneukt worden, jongen. Je ziet alleen maar hun in de killfeed. Ja, echt hè? Ik ben gewoon een beetje aan het sprayen. Maar dit wapen is zo kut, ja, omdat hij zo'n delay in dit wapen heeft. Kijk, je ja, heeft... En ik heb sowieso een afstand dat ik niks op feitstof heb. Ja, jij hebt helemaal niks op dit wapen. Ik nog wel, dat is wel een pluspunt. Ja, jij Dark Matter en ik niet. Ja, dus ik heb met alle wapens moeten spelen. Eigenlijk verdien ik dubbel kill. Trouwens, Jeff, we mogen niet op de fucking scorebord kijken, want dan weten we wie de meeste kills al heeft. En dat is niet leuk. Ja, dat is spannend. Van ze in mijn rug. Oké, ik ga een beetje safe spelen, man. Niet te hard erop af. Oh, collateral! Ah, ah! Lol, ik krijg gewoon een collateral! Ik ben gewoon goed, jongen. Holy shit, het wapen is gewoon... Dit is zo kut, ouwe. Holy shit. Ik ga campen, fuck it. Ik ga naar boven. We hebben trouwens ook Vision Pulse aangezet. Ja, ik heb hem nog gebruikt en ik ging nog dood. Ja, ik heb hem nog staan. Ik weet niet wanneer... Oh, nu ga ik... Ik zag die was ook best nice. Ik spantrap hem gewoon. Nice. Oké, ik kan een beetje ermee omgaan, denk ik. Deze guy heeft mij niet door, volgens mij. Als je gewoon weet hoe je ermee omgaat, dan is het best nice. Dan weet je een beetje de feeling, hoe je hem moet gebruiken. Ja, precies. Je moet een beetje op afstand blijven, niet te hard op afrennen, maar ja, ik kan dat niet. Nee, ik dus ook gewoon niet. Ze zitten hier allemaal binnen, volgens mij. Holy shit. En ik loop met de P06 rond. Maar dit potje gaat ook gewoon... Ja, wij gaan sowieso dit potje verliezen. Trouwens, jongens, de win en lose maakt niks uit, want het gaat gewoon om de kills. Misschien als jullie zeggen van, yo, win dit potje in zoveel... Nee, dat kan niet eens. Dat kunnen we niet tegen elkaar doen, want we moeten... Met elkaar doen. Nee, dat moeten we met elkaar doen. En dat waren allebei. Ja, dus ja, dat kan niet. Dus dat is niet leuk. Hop, kill. Oh, maar dit wapen speelt zo slow, hè? Ja, en oh, je hebt hem! Oh, lekker! Holy shit, ik miste alles. Ik wou hem eigenlijk kill stealen, maar ja, dat ging een beetje fout. Yo, die guy, die leuk game. Oh, heb je hebt hem gewoon, oh my god. Oh my god, ik moet. Oh, ik heb hem wel. Ik moet eigenlijk een soort van stok opzetten of zo. Want je kan. Je moet inzoomen en schieten, namelijk. Ik ga zo vaak dood, Jeff. Dit is echt... Wie heeft deze challenge bedacht? Jij. Echt niet? Oh, helemaal. Ik heb wel een mooie noscope weer. Oeh, hier zit iemand. Let op. Ik zei nog zo van laten. Nee, we hebben nog een beetje. En dat is grappig. Potje gaat toch veel snel. Wij zijn net ook weer helpen. Dus aan de oh shit, ik had hier een spantrap, maar ik heb het weer verneukt zoals altijd. Oh, ik heb die guy gekilled. Nice. Fisher Pulse. Annihilator in mijn bek, in mijn rug. Nee, oh, hitmarker, no scope, matey! Holy shit, dit bord gaat wel echt knijtersnel voorbij, holy shit, ouwe. Ja, ik krijg een hitmarker. Ja? Lekker bezig, man. Lekker bezig. Nee, dat is niet lekker. Jawel, jij moet juist hitmarkers krijgen. Oké, ik ga no scope hier naar binnen. Dit wapen is zo ruk, ouwe, holy shit. Hoe kan... Ik snap echt niet hoe ik dit wapen ooit fucking goud of diamond dark matter heb gehaald. Jij wel altijd, ik niet, ik speel met een aardappelscope en een suppressor, en daar word je heel groot. Ja, ik ben, oké, ik ga kijken. 16 kills. 5 kills meer, jongen! Brrr. Ik ga binnen negatief, oh, jij gaat negatief. Jeffrey, wat heb je gedaan? Kijk, ja. Ja, dat is een puntje voor mij, man. Kijk, wij daar staan, oh.
Oh, ja, Jeffrey, het was een moeilijke challenge, dat zeg ik wel. Ja, dit was wel echt Het begint toch gewoon weer net zoals als vorige. Ja, toen we op IW gedaan hadden deze serie, toen had ik echt een fucking ei. Ik sprong gewoon met die punt, ik won elke keer. Jij stond 3-0 voor en toen maakte ik eentje en toen was IW gewoon dood. Ja, toen deden we het niet meer, toen deden we de serie niet meer. Maar Jeffrey, we staan nu 1-0, maar je kan die comeback nog neerzetten, want er komen nog genoeg afleveringen online. Dus Jeffrey, het is 1 punt voor mij, dus ja, je staat erachter. Oh, maar niet voor lang. Oké, dus Jeffrey, come back jongens. Maar jongens, dit was natuurlijk de eerste aflevering, de introductieaflevering van deze serie. Om weer terug te halen naar Black Ops 3 gaan we het trouwens doen. Dus heb je een leuke challenge voor ons, voor deze serie? Laat het even onder in de comments achter op Black Ops 3. En dan vergeet niet te abonneren op mijn kanaal en op Jeffrey's kanaal. Jeffrey's kanaal zal ook in de beschrijving staan. Waarom zeg je nou weer hallo? Laat me gewoon even mijn outro doen, oké? Oh, nee, maar jongens, like deze video, ze super tof zijn. En dan zeg ik tot bij de volgende video. Nou.